Dit is het RTI Nieuws van maandag 3 mei met vandaag. Terugblik Koninginnedag, netwerkbijeenkomst Ondernemershuis en Oorlog zonder vader. Er waren geen mannen met oortjes zoals in Middelburg, maar wel overal dikke regendruppels tijdens Koninginnedag in Hilversum. Weer of geen weer, de kinderen maakten er overal een feest van. De grote attractie was de aquabubbels in de vijver van het Dudokpark. Ook het Circus Bongo, de springkussens en het ponyrijden waren in trek. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Een beetje op de kermis geweest. En een beetje rondlopen. Ochtends gezellig ontbeten. Niet in het oranje? Nee, daar doen we niet nou, van. Ik heb hier iets oranjes, maar gewoon... Ontzettend veel verkocht. Wij begonnen vanochtend hier met kleedjes tot aan de boom. En dit is wat we nog over hebben. Oké, dus dat is dus heel veel. Is heel veel. Ondanks de regen, helemaal top geweest. Als startende ondernemer is het lastig om alle zaken goed te regelen. Daarom organiseerde het Ondernemershuis onlangs een netwerkbijeenkomst. Ditmaal met de kop Samen Ondernemen. Hier discussieerden ondernemers over ondernemen en de kracht van samenwerking. Ja, het Ondernemershuis is een platform voor startende ondernemers en reeds gevestigde ondernemers. Een fysiek huis ook, waarin we de gelegenheid bieden om heel ontspannen in een netwerkomgeving elkaar beter te leren kennen, doorverwijzing te geven en gewoon voor elkaar te zijn. Het doel van de netwerkbijeenkomst is ook dat startende ondernemers zichzelf leren presenteren. Ook kunnen neerzetten, een duidelijk verhaal neerplaatsen van wie ze zijn, wat ze te brengen en ook, met name ook op wat voor doel ze uiteindelijk hun omzet willen bereiken. En dat zijn vaak startende ondernemers die eerst in loondienst hebben gezeten binnen een bedrijf, ook wellicht binnen een hele andere materie dan waarin ze zijn gaan ondernemen. Dus ja, alle hulp en ondersteuning is welkom. Ik kom altijd graag naar de netwerkbijeenkomsten van het Ondernemershuis, omdat in de loop der tijd bouw je een kring van ondersteuners op die elkaar kunnen ondersteunen om meer business met elkaar te doen of dingen aan elkaar door te geven, vragen te beantwoorden, die problemen te bespreken waar iemand mee zit. Dat zijn zo, en de gezelligheid. We proberen mensen bij te brengen dat ze in ieder geval trots moeten zijn op wat ze gecreëerd hebben. Of het nou een dienst is of een product. Trots en ga er ook voor staan en probeer dat ook zo naar buiten te brengen. Laat je vooral niet weerhouden dat er al tientallen concurrenten zijn in een bepaalde branche of sector waarin je actief wil zijn. Maar sta gewoon voor wat je te brengen hebt. Algemene zaken rondom reclame, rondom marketing, rondom financiële aspecten, wettelijke aspecten. Hoe zit is een bepaalde activiteit in de omgeving met evenementen waar je aan deel kan nemen. Dus eigenlijk heel breed en heel ontspannen wordt er genetwerkt. Want je leert altijd van elkaars... Elkaars ervaringen en door dingen met elkaar te delen, twee weten meer dan één en 20 weten er sowieso meer. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Bovendien zit ik door het ondernemershuis in het gebouw waar ik nu zit. Dus ik heb ook kantoorruimte dankzij het ondernemershuis tegen een gereduceerde prijs, wat heel prettig is. Op die manier helpen we elkaar allemaal. Ja, de ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal tools die het ondernemershuis biedt. Onder andere, die heb ik hier voor me liggen, een kortingspas. Een kortingspas, dat geeft de leden gelegenheid om een aantrekkelijke korting te krijgen bij de leden. Ja, de netwerkbijeenkomsten worden om de twee maanden georganiseerd als vast item. Inmiddels heeft het ondernemershuis ongeveer 400 aangesloten relaties. Per setting komen er ongeveer 25 of 30 leden. Een goed netwerk. Mijn netwerk delen met mede-ondernemers. Dat is de belangrijkste reden voor mij om te komen. Ik ben opgegroeid met het verhaal dat hij me altijd heeft verteld over hoe hij zijn vader heeft verloren tijdens de oorlog hier in Hilversum. En dat verhaal heb ik opgeschreven in Oorlog zonder vader. In deze tijd van het jaar komen er altijd veel oorlogsboeken uit. Martine Letterie heeft een kinderboek geschreven over hoe haar vader de oorlog heeft beleefd.
Woensdag 28 april signeerde zij haar nieuwe boek Oorlog zonder vader in de Bruna op de Gijsbrecht. Ik ben kinderboekenschrijver, al 15 jaar. En ik schrijf heel vaak boeken over geschiedenis. En het boek dat ik vanaf het begin wilde schrijven, is het boek dat over mijn eigen vader gaat. Maar ik heb het eerst nooit gedurfd. Want over je eigen vader schrijven, dat is natuurlijk wel heel eng. Vooral omdat hij gelukkig nog leeft. En ik was bang dat hij het niet goed genoeg zou vinden. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou moet ik niet langer wachten. Nu moet ik ervan komen. En toen ben ik aan dit boek begonnen. Het is echt wat ik meegemaakt heb. Enkele kleine details na. Is het echt zoals mijn jeugd in de oorlog geweest is. Nou ja, ik ben ten eerste trots op dat ze dat gedaan hebben. En dat vind ik ook heel goed dat dat op die manier niet vergeten wordt. Maar aan de andere kant, het is ook voor mij een beetje een soort verhaal waarvan ik iets heb van, het is mooi, ik hoef het niet nog een keer te horen zelf, begrijp je wel? Ik was dit toen 13, hè, dat ik alleen naar Friesland en naar Drenthe ging om eten te halen op de fiets. Kijk, als ik me nu dan realiseer dat kinderen van 13 dat doen, dan als mijn eigen kinderen dat op die leeftijd gedaan zouden hebben, dan zou ik hebben gedacht, nee, daar komt niks van in. Maar toen, dat deed je gewoon. En ik was de oudste thuis, dus iemand moest wat doen. Nou, die verhalen vertel ik dan heel vrolijk thuis. Maar als het dan opgeschreven wordt en als dan ook het feit dat je moeder dan alleen is met drie kinderen, heel jong en zo. Dat als je als kind bent, dan realiseer je dat niet. Dan vind je dat eigenlijk heel gewoon. Pas later, dan denk je, god, dat arme mens die heeft zonder geld in de oorlog enzovoort, begrijp je wel. Dan doet het je pas wat. Ik heb de achterkant net gelezen en het lijkt me heel spannend. Ja, en het lijkt me ook heel leuk om je in de hoofdpersoon te verplaatsen en dan een beetje om te voelen hoe het is om zonder vader te leven. Ik hoop dat ze het lezen en dat ze zich dan ook realiseren, het zou mij ook zo kunnen overkomen. En hoe zou ik daarmee omgaan? Voor veel kinderen is het minstens zo dat je in een beschermde maatschappij leeft en je kan je niet voorstellen dat zulke dingen nog gebeuren. Maar op andere plaatsen op de wereld is dat allemaal nog zo. Hè? Er zijn heel veel kinderen die nog veel ergere dingen meemaken tegenwoordig. Dus het is toch goed dat kinderen zich dat realiseren, dat ze eigenlijk zeer bevoorrecht zijn tegenwoordig. Eigenlijk vind ik dat wij er niet zo heel veel van kunnen leren. We moeten gewoon leren om van andere mensen te houden. En je moet houden van iemand om hoe die is. En je moet hem niet willen vermoorden. Ik denk dat wij van de geschiedenis kunnen leren, of ik hoop dat we van de geschiedenis kunnen leren. Als je weet wat voor fouten er vroeger zijn gemaakt, hopelijk maken deze jonge mensen, de grote mensen van de toekomst, die fouten niet meer. Dus daarom zelfs liever voor kinderen dan voor grote mensen. Het is dat ik dan toevallig een dochter heb die kinderboeken schrijft. Daarom komt mijn verhaal nou toevallig in zo'n boek. Maar zo bijzonder is het niet vergeleken met anderen. Ik denk dat het gewoon een stukje geschiedenis is waar je ze toch bekend mee wil laten worden. En ze zullen er altijd wel iets over horen. En als je het vertelt door middel van een boek, dat spreekt dan toch iets meer tot de verbeelding. Omdat ik ben iemand die de oorlog zelf meegemaakt heeft en ik weet wat voor ellende er kan zijn. En het is goed dat kinderen dat weten. Na de oorlog zei iedereen dit nooit meer. Maar helaas gebeurt het overal op deze wereld nog steeds. Dus hoe meer je erover weet, hoe beter je daartegen kan wapenen. En vrijheid is een bijzonder goed. En iets wat je helaas niet voor vanzelfsprekend kan nemen. Dus daarvoor moet je zuinig op zijn en voor willen strijden. Van vrijdagavond 7 op zaterdag 8 mei zal in onze regio voor de 25e achtereenvolgende maal de Kennedy Mars worden georganiseerd. De wandeling over 80 kilometer start vrijdagavond 7 mei om precies 10 uur 's avonds vanuit de kantine van de Gooise Atletiek Club. Dit is vlakbij het NS-station Hilversum Sportpark. Of er genoeg wordt gedaan aan 4 en 5 mei hier in Hilversum? Dan sla je me dood. Ik zou het niet weten. Vuurwerk en dan die auto's, geloof ik. Dan weet ik het eigenlijk verder weinig. Geen idee. Achterop hebben ze een groot feest. We hebben hier de kermis. En voor zover ik weet wordt er een heel groot vuurwerk afgestoken. Dus er zijn nogal wat activiteiten. Ik heb helemaal niet zo'n idee eigenlijk of er wat wordt gedaan. Misschien zegt dat wel genoeg, hè? Nee. Voor mij wel, want ik heb lekker vrij. Ik merk er eigenlijk nooit zoveel van. Dus we hadden beter wel iets meer eraan kunnen doen. Want dan merken de jongeren er ook wat van.